Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 mei 2015. Het is bulletin van vrijdag. De website hamnieuws.nl heeft een item over de nieuwe K3S van Elecraft, de opvolger van topmodel K3. Uiterlijk is alleen het scherm gewijzigd, maar onder de motorkap is er het een en ander meer gebeurd. Er is een nieuwe synthesizer gekomen. De seriële aansluiting is nu een USB-poort met audio-interface. En verder is er een preamp gekomen voor de 12, 10 en 6 meter band, de drie hoogste banden van het apparaat. Veel van de modules van de K3S komen later ook beschikbaar voor bezitters van het eerdere model, de K3. Later dit jaar komt er onder andere een upgrade voor de USB-aansluiting met virtuele audiokaart. In juni komt er een nieuwe Hytera DMR-repeater bij in Bunschoten-Spakenburg, vlakbij Amersfoort. De vergunning voor de repeater met roepnaam PI1SPA is inmiddels binnen. In Bunschoten-Spakenburg staat al een repeater voor Daris en een windlinksysteem en er is een iGate voor APRS. Verdere gegevens van de nieuwe repeater staan op ham-dmr.nl. Op 6 mei teisterden een aantal stormen het midden van de staat Oklahoma in de Verenigde Staten. Zendamateurs kwamen daarbij in actie in hun rol als stormspotters, waarbij ze observaties bevestigden en de problemen door het gevaarlijke weer rapporteerden, aldus arrl.org. Het slaapstadje Grady County, behorend bij de grotere gemeenschap van Bridge Creek, ongeveer 50 kilometer ten zuid-zuidwesten van Oklahoma City, werd vol door een van de tornado's getroffen. Zendamateurs zijn daar sindsdien in actie, waarbij ze zorgen voor de broodnodige communicatie. Tornadoslachtoffers konden enkele dagen later nog niet veel meer doen dan de schade opnemen en te beginnen met het opruimen van de ravage. De storm verwoestte een groot aantal woningen en er is een vrijwilligerscentrum opgezet in een van de lagere scholen van het stadje. Behalve de schade aan goederen zorgde de storm er ook voor dat grote delen van de stroomvoorziening in de regio uitvielen. De kazerne van de Bridge Creek brandweervrijwilligers was een van de gebouwen die daardoor zonder stroom kwamen te zitten, terwijl er in de kazerne ook geen noodstroom aanwezig was. Matt Garcia, november 5, papa Tango Victor, ging toen hij dat vernam met een aggregaat naar de kazerne en had vervolgens in korte tijd de brandweerrepeater en de centrale weer in de lucht, zodat de mensen met de poten in het bluswater hun werk weer konden doen. Gouverneur van Oklahoma, Mary Follin, verklaarde in 12 gemeenschappen die door de tornado's en door plotselinge overstromingen waren getroffen de noodtoestand. Bridge Creek was een van meerdere gemeenschappen die het hardst werden getroffen toen in mei 1999 een categorie 5 tornado de regio teisterde. Ik kreeg verder via Twitter het bericht toegestuurd dat morgen om 1600 uur, 1800 uur UTC, Guus PE1PLM live te zien is op de Hamvention in Dayton bij Amateur Logic TV, naar aanleiding van de introductie van zijn DV Mega digitale zendontvanger. Ik had begin deze week trouwens toegezegd om impressies van de Jutberg in de uitzending te brengen. Die zouden in de loop van de week steeds op internet staan. Waarschijnlijk door de beperkte mogelijkheden voor internet op de Jutberg zijn die bijdragen echter nooit op internet verschenen. Ten slotte had Southgatearc.org nog een artikel over een digitale zender met in het geheel geen analoge onderdelen meer. Monty Barlow beschrijft een werkende zender met uitsluitend nog digitale onderdelen met als naam de Pizzicato. Geen analoge filters en mixers meer en ook geen gallium arsenide halfgeleiders, alleen maar die goede oude digitale logica. Dit is iets wat tot nu toe niet eerder is vertoond, want ondanks alle enthousiasme over een telkens toenemende digitalisering staan de huidige, wat genoemd wordt, software-defined radio's nog altijd met één been in het analoge verleden. Mobiele telefoons, wifi-routers, politiemobielefoons en bluetooth-oortelefoons, ze gebruiken allemaal nog gewone analoge techniek voor hun radiofrequenties. Wat hier anders aan is, zijn nieuwe wiskundige trucs. Doordat het mogelijk is om meerdere gigabits per seconde uit te rekenen, kunnen tegenwoordig digitale golfvormen in real-time worden uitgerekend, ook als er geen supercomputer bij de hand is. Software kan deze golfvormen vormen en manipuleren, waardoor elk signaal op iedere willekeurige frequentie meer dan alleen fantasie wordt. Vanavond om 10:30 op PI3 UTR weer de lange uitzending van PA00 Nieuws. De korte golfuitzendingen van de Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur midden-Europese zomertijd te beluisteren op zowel 6005 kHz in de 49 meter band als op 7310 kHz in de 41 meter band. Er zijn de dag erop twee herhalingen, 's ochtends om 10 uur op 7310 kHz en 's middags om 14:30 op 9560 kHz in de 31 meter band. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. She's collected stories from the Australian outback. Good day, mate. Share jokes in Israel. Little man walks into the doctor, says, "Doctor, I have a ring." Recipes with Parisians. Gets first-hand hurricane reports from the Caribbean. That they are in the process of evacuating. Weather reports from the sun. Including hot. And traffic reports from any place she wants to go. She's a radio ham.